ben Patrick Langes, ik ben daarmee begonnen in 1984 met de wijnzaak. Mijn broer heeft het opgericht als hij 20 jaar was. En dat is dan stapje per stapje groter geworden. Op een gegeven moment was dat eigenlijk te groot om alleen verder te doen. En dan heeft hij mij gevraagd om daar mee een rol in te spelen. Ik ben eigenlijk begonnen met een trip in Bordeaux van 3 dagen, waar dat dan eigenlijk al uitgelegd werd hoe dat het in Bordeaux in zijn werk ging. Dat gaf dan wel goesting om er meer over te weten. Het begon dan ook eigenlijk allemaal met Frankrijk. Tot 15 jaar geleden was in België, dus vooral in Vlaanderen of in Nieuw-België, ik denk 95% van de wijnen was nog Frans. Dus bij ons was het eigenlijk ook echt begonnen met Frankrijk goed te leren kennen, maar nu is het zodanig complex geworden met dan Italië, Spanje, Portugal, Chili, Zuid-Afrika. Dus dan ben ik op het idee gekomen om eigenlijk met particulieren te gaan werken. En dus een soort mailingsysteem op te zetten. En dat is eigenlijk van in het begin vrij goed gelopen. Dat is een beetje specifiek en aan Wijnen Magnus dat wij heel veel particuliere klanten hebben. En wij zijn echt begonnen vanuit de particuliere klant. We hebben nu ook een horecaafdeling, dat is pas veel later erbij gekomen. In feite is het de eerste 15 jaar eigenlijk dat geweest. Proberen een bestand samen te stellen van wijnliefhebbers. En die dan ook te animeren met proeverijen. Als je met een wijnbouwer werkt die echt met passie en gedrevenheid werkt en het beste van het beste wilt maken, dan weet ook dat hij elk jaar zijn uiterste best zou gedaan hebben om iets goed te maken. Want elk jaar is verschillend. Dus dat is zeker een moeilijk gegeven in wijn. Dus dat is zeker een heel belangrijk element dat we proberen van mee kwaliteitswijnbouwers te werken die zodanig gepassioneerd zijn dat ze zelfs in een moeilijk jaar toch nog het beste er kunnen uithalen.